Yo gasten, FIFA Bouncy, welkom bij aflevering 22 van de Oranje Duivels. Echt niet normaal hoe hard we gaan. Dat komt natuurlijk ook omdat ik elke week 2 afleveringen upload. En omdat de support van jullie ook nog steeds goed is. Dus dat blijven gewoon 2 keer per week uploaden. Dat is hartstikke nice. En als jullie ook zin hebben in deze video, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Want elke 1000 likes is 1 gratis pinpunt waard. En we hadden vorige aflevering gewoon weer de 3000 likes gehad. Dus dat betekent 3 gratis pinpunten aan het begin van de aflevering. Dat is super nice. Dus als we dat deze aflevering ook zouden kunnen halen, zou heel awesome zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en Bouwzaam je kleding te checken. Link staat in de beschrijving. Maar laten we maar meteen beginnen. Niet te veel lullen, gewoon meteen aan het rad draaien. Let's go! Kom op, kom op, kom op. Hopelijk krijgen we meteen iets goeds aan het begin. Dat zou mooi zijn. We krijgen een Belgische upgrade. Dat is hartstikke mooi. Ik ga zo meteen ook uitleggen waarom, maar dit is echt heel duidelijk. Nog een keer draaien. Let's go. We mogen nu hierna nog een keertje. Dus misschien dat we nog meer goede dingen krijgen. Bijna FIFA punten. Het gaat er net voorbij. 3 upgrade punten. Dan hebben we er nu 30. Want we hadden er 27. Echt vet veel upgrade punten, man. Dat is echt niet normaal. Laatste keer draaien aan de trap. Wat gaan we nu krijgen? Kom op, nog iets goeds. We krijgen nog een Belgische upgrade. Holy shit, dit is echt helemaal perfect. Oh, dit is heel awesome. Want wat ik namelijk nu kan doen, is 2 Belgische upgrades doen. En dan kan ik Cavanda meteen upgraden naar Meunier. Want er waren vet veel reacties dat ik Meunier moest toevoegen. Hier bijvoorbeeld Sander zei, voeg Meunier toe. Volgens mij spreek je Meunier zo uit. Like als je dat ook wilt. Nou ja, dat kan ik dus nu gratis doen, omdat ik 2 Belgische upgrades heb gekregen. Geen downgrades, upgrades natuurlijk. Dan zet ik hem daar neer. En dan hebben we nu ook nog 30 upgrade punten die ik eventueel ook nog kan opmaken. Maar er waren nog veel meer reacties. Jochem die zei, koop Inform Zegelaar of Inform Meunier. Dat is ook een hele goeie. Ik denk dat ik sowieso Zegelaar ga kopen, want blind ben ik momenteel wel een beetje klaar mee. En ik heb momenteel 30 upgrade punten. We zouden eventueel ook nog een icon kunnen toevoegen. Maar dat kan alleen voor een Inform. We zouden bijvoorbeeld Zoet kunnen ruilen voor een Nederlandse icon. Ja, maar Zegelaar is ook wel chill. En ik vind blind heel vervelend. Weet je wat? Ik ga nu in eerste instantie blind upgraden voor een Zegelaar. Dan kunnen we die icon misschien binnenkort een keertje doen. Dan moet ik wel weer een tijd sparen voor upgrade punten natuurlijk. Maar laat maar weten welke icon ik dan moet kopen. Kijk, Zegelaar is echt qua stad zoveel beter. Dat is echt niet normaal. En hij linkt even goed. Dus dat is op zich wel chill. Maar wat misschien nu een goed idee is, is om te sparen voor een Nederlandse icon op het middenveld. Dat iedereen linkt. Dus laat me even weten wie ik dan moet kopen. Rijkaard, Gullit. Ik weet niet of ik genoeg coins heb op dit moment voor Gullit. Ik heb momenteel 350.000 coins. En ik had Gullit eerst wel, maar ik heb verkocht. Ik ga wel even kijken hoeveel Gullit op dit moment kost. Ik kan zijn slechtste versie makkelijk kopen. Die versie hierboven is alweer 1 miljoen coins. Dus dat wordt hem niet. Maar ik zou eventueel Gullit kunnen kopen. Dus laat me weten in de comments of ik voor hem moet gaan sparen. Of misschien voor Rijkaard. Dan kan ik een betere versie van Rijkaard kopen. Laat me weten in de comments wat jullie denken wat het beste is. En dan bewaar ik de FIFA 15 upgrade punten. Die bewaar ik dan nog even. Die kunnen we dan binnenkort opmaken. En misschien binnenkort dan een icon upgraden. Maar we gaan nu spelen in Divisie 3. Dit is de eerste keer dat ik in Divisie 3 ga spelen met deze serie. Je manager heeft geen contracten meer. Nou, dan zal ik jou even een contract toevoegen. Natuurlijk, met mijn vorige serie heb ik wel in Divisie 3 gespeeld. Maar nu wordt het de eerste keer. Maar ik heb een heel goed team. Dus eigenlijk zou het geen probleem moeten zijn om te promoveren naar Divisie 2. Alhoewel, Divisie 3, dat zijn meestal redelijk goede tegenstanders. Oké, let's go. Eerste tegenstander heeft gewoon een goed Premier League team. Gewoon een basic Premier League team, een paar speciale kaarten, maar niet extreem goed of zo. Mijn team is wel beter, dus ik zou dit in principe wel moeten winnen. Of kunnen winnen, en hangt er helemaal vanaf hoe goed hij natuurlijk is. Als hij ziek pro is, dan ga ik het alsnog lastig krijgen natuurlijk. Oh, daar gaat Zegelaar. Zijn eerste actie. Zou hij meteen een assist kunnen geven? Dat doet hij meteen. Eerste bal aanname van Zegelaar. Gewoon meteen een assist. Oké, dit is wel een heel lekker begin in Divisie 3. Beter als dit kan natuurlijk gewoon niet. In de derde minuut 1-0 voor. What the fuck? Oké, Hazard. Mooi paasje op de Bruyne. Dat is een 2-0. Achtste minuut. What the fuck? Ik zit gewoon in Divisie 3. Hoezo is mijn tegenstander zo slecht? Of ben ik nou zo goed? Dat zou ook kunnen, hè, weet je. Ik kan wel redelijk FIFA. Ik doe het al sinds ik heel klein ben. Ik speel denk ik al FIFA sinds 2000 of zo. Of 2002. Dat was denk ik mijn eerste FIFA. Dus dat is al een behoorlijk tijdje. Oh, what the fuck? Oh, yo, daar had ik echt heel veel mazzel. Als hij dan weer terugkomt op 2-1, dat is zo irritant. Want dan gaat zo'n tegenstander voorlopig niet ragequitten. 3-0 is echt zo'n uitslag waarop spelers gaan ragequitten. Dus ik hoop dat ik eerder de 3-0 maak dan hij de 2-1. Want anders zou het echt fucked up zijn. En dit overleef ik ook nog.
Nou, het is rust. Ik sta 2-0 voor. En eigenlijk qua kansen valt het wel mee in evenveel balbezit. Alhoewel heb ik wel het idee dat ik veel beter speel. Daarom sta ik natuurlijk ook wel 2-0 voor. Maar ik weet niet. Het is niet zo makkelijk als het leek aan het begin. In het begin leek het echt dat ik dit super makkelijk zou winnen. Dat valt toch nog even tegen. Oké, de tweede helft is tot nu toe best wel saai. Hij heeft wel twee wissels gedaan die hij er net in heeft gezet. En dat zijn twee best wel snelle spelers. Dus dat is wel een beetje fucked up. Want mijn spelers zijn natuurlijk al wat minder fit als zijn spelers. Dus daar kan ik het misschien nog lastig mee krijgen. Maar ja, 2-0 voor in bijna de 80ste minuut. Dit moet eigenlijk wel gewoon goed komen. 84ste minuut. Als ik nu scoor, dan heb ik sowieso gewonnen. Nou, eigenlijk heb ik al gewonnen. Maar het zou nog mooier zijn als ik de 3-0 ook even maak. Oh, Nico Land was een mooie kans. Mooie aanval. Helaas geen goal. Maar nog 5 minuutjes overleven en hebben we de eerste buitengrond te pakken in divisie 3. Met een heerlijk veel ruimte. Heerlijk veel ruimte. Paasje opzij. En dat is geen goal. Yo, ik had wel verwacht dat hij erin zou gaan. Die paas moest net iets harder. Niet dat het heel veel uitmaakt, want het is een 90ste minuut ondertussen al. Maar ik wil gewoon 3-0. Dat is toch een veel mooier uitslag als 2-0. Nou, de scheids heeft nu ook afgefloten. Weet je, 2-0, ik ben er nog tevreden genoeg mee. Ik had alleen wel veel meer kansen op nog een extra goal. Is uiteindelijk niet gebeurd. Maar 2 goals, dat is 1 spinpunt. Winnen is 1 spinpunt. Dus we mogen nu 2 keer aan de trap draaien. Dat is in ieder geval hartstikke mooi. Dat is natuurlijk altijd chill als je gewoon even in ieder geval een paar keer aan de trap mag draaien. Dus hopelijk krijgen we nu even iets goeds. Als we nu weer even wat upgradepunten krijgen, zou heel mooi zijn. Kunnen we binnenkort dus een icon toevoegen. Maar we zullen zien. Come on. Wat gaan we krijgen? Oh nee, een Belgische downgrade. Shit. Dat heb ik niet nodig. Oké, nog een keertje. Hopelijk krijgen we nu wel iets beters. Geen downgrade. Hij gaat voorbij downgrade, maar... Oh, gelukkig. Hij ging bijna op Nederlandse downgrade. We krijgen nu 5 upgrade punten. Dat is wel nice. Dan hebben we nu 20 upgrade punten. Nog 10 te gaan en we kunnen een icon toevoegen. Dus hopelijk gaan we nu zometeen weer winnen en nog wat upgrade punten krijgen. Maar nu helaas moeten we wel die Belgische downgrade eerst doen. Het scheelt dat ik gelukkig nog een Belgische speler op de bank heb. Dan kan ik zeg maar deze naar mijn club sturen. Of vervangspeler, dat doe ik voor een gewone zilveren speler. Een gewone zilveren Belg. Dan valt de downgrade gelukkig nog mee. Kijk, want in principe zijn deze bijna even goed die ik er nu inzet. En hij is wel zeg maar 1 stapje lager. Dus ik vind het dikke prima. Maar laten we nu maar gewoon wedstrijd nummertje 2 gaan spelen. En hopelijk gaan we die weer winnen. En iedereen is fit, dus we kunnen gewoon meteen door. Niet van lullen verder, gewoon die volgende wedstrijd spelen. En zorgen dat we die ook gaan winnen. Oké, deze tegenstander heeft toch wel een beter team als de vorige tegenstander die ik had. Ook gewoon helemaal Premier League, maar best wel wat goede spelers, man. Zeg niet normaal, een soort van rainbow heeft hij. Allemaal verschillende kleurtjes. Ik ben benieuwd. Ik hoop natuurlijk dat ik weer ga winnen, maar ik denk dat dit wel wat lastiger gaat worden als de vorige tegenstander. Oké, Mertens, daar gaat hij al. Via de zijkant. Heel veel ruimte. Ik heb alleen niet echt de koppen voorin. Maar als die bal erdoor kwam, was Hazard helemaal vrij. Maar de rebound. Oh, meteen de zieke kant. 4e minuut sta ik al bijna nu weer op 1-0 voor. We hebben nog een corner. Ga er niet vanuit dat hij zit. Wel een rebound. Robben met verkeerde been, maar weer een goed schot. Oejo, we beginnen echt heerlijk meteen weer aan deze wedstrijd. Volgende kans, die heeft de keeper. Maar ik heb de bal nog steeds. Mijn tegenstander krijgt me gewoon niet weg, jongen. Van Dijk met het schot. Nope, maar we hebben de bal nog steeds. En nu is de kans wel voorbij. Maar daar gaan we alweer, daar gaan we weer. En dat is hem nog steeds niet. Rebound, dat is hem wel. Haha, nice. 1-0, what the fuck. Ik begin echt zo lekker. Gewoon bij de wedstrijden begin ik echt als een beest. Gewoon meteen van het begin af aan. Vol de aanval, meteen scoren. Nu gewoon weer. Echt heerlijk. Oké, Nagolan op Dries Mertens in de verre hoek. En die zit 2-0 in de 13e minuut. Gaat hij nu al reeds quitten? Zou hij nu al reeds quitten? Dat zou echt een ziek begin zijn van de divisie 3. Oh joh, wat gaat dit lekker. Bij die vorige tegenstander ging het ook zo snel. Gaat hij reeds quitten? Hij reeds quit. Oh, wat begin ik lekker dit seizoen. Niet normaal. 2 keer gewonnen binnen no time. Dan mogen we nu gewoon weer 2 keer aan het rad draaien. Nou, sterker nog, we mogen vaker aan het rad draaien. Want we krijgen nog 1,5 extra spinpunt vanwege de racequit. Dus we hebben 3,5 spinpunten verdiend. Echt binnen no time. Want deze wedstrijd was echt heel snel voorbij. Oh, wat is dit nice. Oh, dit is wel heel awesome. En zoals jullie nu zien, heb ik nu al 6 punten. Dus waarschijnlijk gaan we wel promoveren. Ja, dat kan haast niet fout gaan. Als het zo goed begint, dan kan het toch niet voor anders zijn dat ik gewoon ga promoveren en waarschijnlijk gewoon kampioen ga worden. Maar laten we het rad er maar bij pakken. Dan mogen we nu gewoon 3 keer aan het rad rijden. Ik hoop echt dat we nog even 10 upgrade punten kunnen verzamelen. Zodat we die icon de volgende aflevering in ons team kunnen stoppen. En jullie mogen natuurlijk bepalen welke icon dat dan gaat worden. Maar laten we maar gaan spinnen. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
1 upgrade punt. Oh, ik had dan liever 300 FIFA punt gewild, maar hij ging er net voorbij. Oké, dan gaan we nog twee keer draaien. Wat gaan we nu krijgen? Kom op, upgrade punten. En, oh yes, ik was heel eventjes bang dat hij naar min 3 ging. Maar hij gaat op 10. Dan hebben we nu 31 upgrade punten. En dat betekent dat we een icon kunnen toevoegen voor Zoet. Want Zoet is natuurlijk een inform en die kunnen we inruilen voor een icon. En jullie mogen dus bepalen welke icon dat gaat worden. Ik zal het team er even bij pakken. Dan krijgen jullie dat nu eventjes te zien. Jullie mogen dus bepalen welke icon dat gaat worden. Maar eerst nog een keer aan het draad draaien. Want dat mag natuurlijk eerst. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dit is dus de laatste keer. En wat gaan we tot slot krijgen? Nog een Belgische upgrade. Oké, dat is wel leuk. Dan kunnen we die speler die we net hadden gedowngraded weer upgraden. Dat is wel mooi. Ja, dat is natuurlijk deze kerel. Want ik mag geen gouden spelers naar Informs of Team of the Seasons upgraden van Belgen. Dat vind ik, dan gaat deze serie veel te snel. Dan kan je echt binnen no time iedereen upgraden. Dus dat gaan we niet doen. Maar we gaan deze wel vervangen voor een andere speler. En dat is natuurlijk deze kerel die we de eerste ook hadden staan. Dus nu is deze speler gewoon weer precies hetzelfde. Maar wat super nice is dat we de Zoet volgende aflevering kunnen upgraden voor een Nederlandse icon. En die waarschijnlijk op het middenveldbak komt te staan. En dan kunnen we eventueel Nagolan of de Bruyne dan uit mijn baaself halen en op de bank neerzetten. Hebben we ook een goede wissel erbij. Maar laat me even weten wie ik moet wisselen. Of als je zegt, yo, koop rechts buiten icon of links buiten Overmars of Kluivert. Het kan allemaal. Jullie mogen het bepalen. Laat me weten beneden achter in de reacties. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze zieke aflevering. Veel beter als dit kon natuurlijk niet. Dus vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En te abonneren mag je dat nog niet hebben gedaan. Heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zal jullie laten bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!